Ja, ik vond het heel mooi om hier terug te zijn. Ja. Na ruim 3 jaar keerde Marco Bizot afgelopen zondag terug in het Noordlie Stadion. Deze keer als keeper van AZ. De club waar hij sinds dit seizoen onder de lat staat. Tussen 2012 en 2014 was Bizot de eerste doelman van FC Groningen. En boekte hij zijn grootste succes in mei 2014. Toen hij met FC Groningen Europees voetbal haalde ten koste van AZ. Eén groot feest. Gekkenhuis natuurlijk. Volgens mij was het in 10 jaar tijd dat we weer eens Europees voetbal hadden. Volgens mij ongeveer, gokte ik. Ja, dat was natuurlijk de meest geweldige ervaring die ik meegemaakt heb bijna. En ja, dat is zoiets blijf je altijd herinneren dat het hier op dit veld heeft plaatsgevonden. Wel nog in de Euroborg. Dus, De naam is inmiddels veranderd. De naam is iets veranderd, maar goed. Ja, dat was fantastisch. Afgelopen zondag tijdens FC Groningen AZ volgden wij Bizot in de eerste helft. Het leverde niet veel interessante beelden op, want Bizot kreeg in de eerste 45 minuten weinig te doen. Je had bijna niks te doen in de eerste helft. Nee, ik had een beetje koud gekregen. Het zonnetje scheen ook aan de andere kant, helaas. Niet heel veel te doen. Maar goed, ja, dat is ook ons spel. Dat is ook eigenlijk wat we willen en wat mijn doel is. Hoe minder ik te doen krijg, eigenlijk hoe beter ik mijn rol vervul. Dus eerste helft is dat prima gelukt. Alleen kort voor rust werd FC Groningen gevaarlijk via een schot van Doan. Doan. Het scheelde niet zoveel, want Bizot stond op zijn verkeerde been. En Jahan Baks dan. En daar is hij dan toch. Ja, Jahan Baks, daar is hij dan toch. Daar zaten we op te wachten. Deze wedstrijd verdient de goal. En het is de goal van Jahan Baks. Ik juich sowieso niet te vroeg of te uitbundig of te veel. Want ik weet, de wedstrijd duurt nog 45 minuten hierna. Ik ben blij aan het eind van de wedstrijd als we gewonnen hebben. Dan vier ik het beter dan op het veld zelf. In de tweede helft moest Bizot wel aan de bak en viel er voor hem weinig meer te juichen. Ja, het kwam voorzet en Bakuna die kopte hem in vanaf de tweede zone, tweede lijn. En die bal ging richting kruising. Dus ik denk ik ga er alles aan doen om hem nog de regen te houden. Dus ik denk dat ik tegen balpaal alles aan zat om die bal eruit te houden. Ja, dat was gelukt. Dus dat was fijn. Penalty had je ook bijna, maar net niet genoeg. Nee. Ja, penalty, dat is lastig. We hebben de laatste wedstrijden veel penalties tegengekregen. Dat is gewoon ook onnodig. Penalty blijft penalty. Heb je hier nog veel oude bekenden gezien? Ja, ik heb aardig wat oude bekenden gezien. Ja. Het verbaast me zelfs nog dat sommigen hier nog werkten eigenlijk. Zo lang nog na data. Maar mooi. Mooi, leuk om oude mensen weer te zien. En ze zijn allemaal blij, allemaal enthousiast. En volgens mij hadden ze de koffie al klaarstaan, dus ik sluit zo aan. Dus we gaan voor de espresso macchiato. Ja, en dan de... Small, medium, large? Ik neem de medium. De medium, oké. Okay. Ja, ik ga toch voor de sterkste. Ik ben benieuwd. Ja, dat is mooi. Jij en koffie, dat hoort bij elkaar. Ja, het 1-1 is 2, hè? Dus zo is dat. Voor de training. Dan na de training, met de lunch. Als ik thuis kom, voor het eten, na het eten. 8 uur 's avonds. Er zijn wel een paar momentjes die een lekker bakje koffie wel lekker is. Ja.